Middels het sociaal programma probeert de regering Santokki-Brunswijk het leed van de kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger te verzachten. Dit haalde minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting donderdag aan in de Nationale Assemblée. Hij geeft aan dat via zijn departement het steeds makkelijker wordt gemaakt om behoeftige burgers te helpen, middels een laagdrempelige registratie. Hij geeft aan dat uit een onderzoek is gebleken dat zeker 60.000 gezinnen koopkrachtversterking nodig hebben. De start van de registratie zal geschieden. En let wel, samenleving, want hier hebben vele mensen op gehamerd. De start van de registratie zal gebeuren vanaf 17 februari 2023, waarbij intussen de formulieren welke ontwikkeld zijn, al goedgekeurd is, alvast worden uitgeprint. Vanaf 13 februari de trainingen beginnen voor degenen die binnen de districten op districtsniveau het werk zullen verrichten, waarbij verschillende organisaties, parastatale maar zo ook, collega BISA, collega ROS, collega NH, dan allemaal zijn meegenomen. En ik ga je uitleggen waarom. Om het makkelijk te maken, de bereikbaarheid naar de mensen toe makkelijk te maken. Ik heb daar genoemd EBS, want als de mensen horen afbouw van subsidie van elektriciteit, dat men dan weet van, als zij dan aankloppen bij EBS en aangeven dat ze ook klachten hebben, dat zij simpelweg bij de helpdesk een formulier kunnen pakken. Om de registratie voor de gemeenschap te vergemakkelijken, zal het ministerie van Sociale Zaken ook samenwerkingen aangaan met andere organisaties en ministeries. Zo zal er samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport gewerkt worden aan het opzetten van districtsunits. Districtsunits die centraal binnen zo'n district dan zal functioneren. En dat we de locaties zullen aangeven waar exact geregistreerd zal worden. De formulieren gaat u zowel online kunnen downloaden, kunnen invullen en zo ook hardcopy dan kunnen ontvangen vanuit de DU's en de verschillende diensten. Er is een helpdesk dat wij zullen creëren vanaf 13 februari dat de trainingen van start gaan. Maar houdt u dat vast, 17 februari beginnen we alvast in binnen een van de dichtstbevolkte gebieden, districten bij deze Paramaribo. Maar zo ook zullen we alle andere districten dan aandoen. Want we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat we een pilot doen en van daaruit verder. Minister Ramsaran zegt dat de online registratie vanaf 22 februari landelijk beschikbaar zal zijn.